Hey, hallo iedereen en welkom bij een nieuwe video. Uh, ik weet, ik ben een beetje een dag later, maar ja, omstandigheden zijn er om uh, dingen aan te passen. Leren leven in flow natuurlijk. Um, in deze video wil ik jou eventjes meenemen in mijn gedachten en mijn leefwereld en in mijn innerlijke wereld hierin. Nu, sinds een hele ruime tijd voel ik heel veel weerstand om me enkel nog te focussen op één op één trajecten en sessies. Um, en toen ik daarmee aan de slag gegaan ben, ben ik gaan, mezelf gaan afvragen van, van waar komt die gedachte vandaan? Wat maakt dat die um, disbalans, dus de, uh, de niet-afstemming tussen het, hetgeen wat ik doe en wat ik diep van binnen voel dat mogelijk is, waar komt dat vandaan? Waar is dat uh, ooit ontstaan? En dat is het verschil tussen iemand die onbewust leeft en iemand die bewust leeft. Iemand die wakker, echt wakker is. Want er zijn heel veel, zoals ik het vaak noem, heten we wel sokken, spirituele mensen, die uren mediteren, maar die niet die filosofie helemaal doortrekken en al de arresten dat ze doen. En dat is dus iets wat dat bij mij sowieso niet het geval is. Nu, in ieder geval, um, jullie weten dat ik altijd vertel ook over... Uh, het is belangrijk om je mind... Regelmatig te ledigen, die vulbak van al die gedachten regelmatig leeg te maken, te resetten. Net zoals je regelmatig een update moet doen van je computer, van je telefoon, dat je de oude foto's, de oude bestanden weg doet. Ook dat is hetzelfde met je gedachten. Moet je echt ook die mind chunk, die, mindchunk, die, die uh, hoeveelheid van gedachten dat er in ons systeem en blijft hangen, vaak heel onbewust, moeten we die heel regelmatig resetten. Nu, wanneer dat bij mij kwam over het stuk rond de individuele sessies gaan doen, dat was omdat ik de diepste overtuiging heb en daar blijf ik ook bij: is dat niemand mij eigenlijk volledig nodig heeft in de zin van één-op-één -op sessies of trajecten te gaan doen om vooruit te kunnen komen. En ik zelf ben daar eigenlijk het grootste bewijs van. Oké, okay, wanneer je iemand hebt als spiegel uh, of iemand die jou voedt, die jou inspireert, die net zoals ik bijvoorbeeld nu video's maak over uh, informatie of een wijsheid te delen. Dan ga je natuurlijk veel sneller doorheen je transformatie en je proces gaan. Maar het is niet nodig. Het is al inherent verbonden aan wie dat je bent en aan het pad dat je hier loopt, dat je automatisch um, de, de, de realiteit aan het creëren bent die de weerspiegeling is van je eigen energie. En dat is de reden waarom dat ik mijn bedrijf en mijn onderneming zodanig aan het veranderen ben en constant mee laat evolueren in de stukken waar ik zelf aan het evolueren ben. Zodanig dat ik op het punt gekomen ben dat ik ook heel sterk voel dat het mijn doel of een van mijn missies is om systemen neer te zetten. Om informatie te delen en beschikbaar te blijven voor vragen. Maar niet om constant elke ini mini piti onzekerheid of vraag of wat dan ook te gaan bevestigen of te beantwoorden. Nee. Wanneer hij naar binnen gaat, wanneer hij met vragen zit, dan word je. Um, dan, dan is dat antwoord onmiddellijk ook al beschikbaar in jouw energieveld. Alleen door het feit dat je er niet volledig op afgestemd bent en dus nog altijd eigenlijk gefocust bent op het ontbreken van je vraag nee, het ontbreken van je antwoord en dus gefocust op je vraag, dan zie je, dan is er ook geen ruimte om uh, zodanig dat het antwoord naar jou kan komen. Dus net daarom de, door de dingen die ik doe, de video's die ik maak, de contacten die ik heb gecreëerd, het volledige online traject en de online trainingen rond werken met, uh, met de universele vlammen als een krachtige toevoeging, eigen healing, de, de uh, cursussen, de videoseries rond manifesteren, dat zijn, is er allemaal. Dat is zodanig automatisch opgezet met al de informatie die in dat traject of dat, die cursus of die training hoort, zodanig dat je zelf verantwoordelijkheid kan nemen voor jouw eigen groei. Dat je leert die mind en die emoties op een goede manier te gaan gebruiken. Dat je leert waarom dat we überhaupt gedachten hebben. Wat, dat je leert wat dat betekent om emoties te hebben. Dat is ook de reden waarom dat we hier op aarde geïncarneerd zijn. Want wanneer je in eenheid bent, dan voel je die emoties niet. Dan is er alleen maar onvoorwaardelijke liefde en eenheid. En dus kun je niet die ganse race, die ganse schaal en emoties, kan je niet gaan ervaren en gaan voelen. Taalde met de gedachten. Waarom hebben we die gedachten? Waarom zijn die gedachten er? Omdat dat de fuel, de brandstof is van het manifesteren, van het kristalliseren van die diepste wensen en verlangens die we hebben. Waarom hebben we die diepste verlangens en wensen? Wel, dat is verbonden met onze zielsgroei, dat is verbonden met wat je ziel wilt ervaren en gaan leren. Dus. Het is ook onnozel en eigenlijk absurd om enkel alleen maar gefocust te zijn op het één doel. Dat is daarom dat ik ook zeg, van ik laat mijn onderneming mee evolueren met hoe ik zelf evolueer. Daarom is het ook een spirituele onderneming. Dat is ook hetgeen waar ik leer in het traject Spiritueel Ondernemer. Zodanig dat jij het bedrijf kan vormgeven vanuit jouw eigen energie, maar die afgestemd is op wie je echt bent. En dat dus als iemand, dan, iemand anders dan zegt van, uh, bijvoorbeeld hier, je, je gaat samen gaan werken met een expert uh, voor videocontent of voor uh, jouw sociale media of wat dan ook. En die geeft advies vanuit zijn of haar referentiekader. En dan is het belangrijk om te gaan voelen van, oké, okay, waar kan ik in meegaan? Wat kan ik gaan toepassen voor mijn bedrijf? En waar he, krijg ik eigenlijk een hele dikke nee? En het is belangrijk om daar naar te luisteren. Vervolgens is het ook belangrijk om te gaan voelen: van waar, wat is de weerstand die ik voel? Wat die weerstand mij zegt? Is het omdat het echt niks voor mij is? Of is het omdat ik daarmee buiten mijn comfortzone stap en dus iets nieuws ga gaan doen? Iets nieuws, iets reumers gaat gaan, gaan leren. Dus er zijn heel veel uh, dingen die. Waar ik probeer een, een voorbeeld te zijn, een, een stuk leider te zijn, te, in de zin van het eerste op dat pad te lopen, door dingen anders te gaan doen. Door de dingen te doen zoals dat ik doorkrijg van mijn team. Door de dingen te doen zoals ik authentiek diep van binnen voel dat mijn essentie is om hier te komen doen. Uh, of het nu gaat om ouderschap, of om financiën, of om de manier waarop ik mijn bedrijf vormgeef, of de manier waarop ik met mijn emoties omga. Dat zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat ik. Een bewuste creator ben. Dat ik weet wanneer er dingen zijn in mijn leven die als obstakels aanvoelen, of die waar ik gefrustreerd om ben, rond bijvoorbeeld nu die, uh, het voorbeeld van de 1-op-1 sessies, dat dat mij iets zegt. Dat dat betekent dat ik niet in mijn authentieke uh, essentie zit. Zeker als manifester, wanneer je de Human Design-theorie uh, uh, kent of, of, of uh, de types kent. Ik ben een manifester. Dan is frustratie voor mij een heel belangrijke emotie in die zin. Dat wanneer ik mij gefrustreerd voel, dat ik dingen doe die, waardoor ik niet meer afgestemd ben op mijn ziel. En die dus eigenlijk mij verder wegbrengen van wat dat mijn ziel voelt dat mogelijk is. Van wat dat mijn ziel weet van, dat, we, dat ik hier mag doen, mag delen, mag zeggen, mag of niet mag zeggen of niet meer moet doen. En daarom hoop ik ook dat, dat door nu dit thema rond deze video te maken en te delen, dat jij ook de moed en het lef hebt om de dingen te gaan doen zoals jij het voelt. En loop je met je kop tegen de muur, zo wat? Wat is het ergste dat kan gebeuren? Waar dat we vroeger door onze waarheid te spreken op de brandstappen gegooid werden, dat het ergste dat in principe nu nog kan gebeuren is dat je uitgescholden wordt op sociale media of via de media. Maar ook dan weet dat dat enkel is omdat je iets heel waardevols gedeeld hebt omdat je iets anders gedaan hebt, dan dat de massa gedaan hebt. Dat je gestopt bent om, het te, om mee te gaan met de witte schapen, maar besloten hebt om een zwartschap te worden. Of een geit, of whatever, maakt niet uit. Maar dat je het op jouw manier gaat gaan doen. En dat daarom, als jij een coach bent, of een lichtwerker, of tweelingvlam, of je voelt, je, hebt totaal iets, je doet totaal iets anders van werk, maar je wilt echt jouw eigen missie gaan uitdragen, of een, een beroep starten, of wat dan ook. Weet dan dat je met mij kan samenwerken. Ik kan jou stap voor stap leren hoe dat je het kan doen. Ik ga niet zeggen wat hij moet doen. Ik toon jou wat ik gedaan heb. Ik toon jou wat dat, waar dat je mind je nog tegenhoudt. Ik breng en gebruik de universele vlammen vanuit de energie, dus gaan we heel veel dingen gaan transformeren. Al die mind chunk, die monkey mind, zoals dat er een van mijn volgers gezegd had, we gaan die vulbak ledigen. Zodanig dat je een frisse lijk kan beginnen. En inderdaad. Na verloop van tijd gaat die vulbak weer vol zijn, maar dan kan je ze ook weer opnieuw leren. Dan ga je weten hoe dat, hoe dat ik moet doen. Dan heb je mij niet meer nodig. Niemand heeft mij nodig. Niemand heeft mij nodig. Want we zijn allemaal dezelfde. We zijn allemaal een andere uitdrukking van dezelfde essentie. Dus alsjeblieft, zie dat ook. Ga voor jezelf gaan voelen. Ga voor jezelf gaan nadenken. Stel jezelf elke dag de vraag. Hoe denk ik over deze situatie? Zeker wanneer je in een situatie zit waar je het gevoel hebt dat je vast zit. Of het gevoel hebt dat je, uh, dat je niet de weg vooruit weet. dat je niet weet van hoe, hoe kan ik mijn situatie hier gaan veranderen. Het maakt niet uit welke keuzes je vorige week gemaakt hebt. Het maakt niet uit welke keuzes je tien jaar geleden gemaakt hebt. Het gaat erover wat je nu doet. Jouw kracht ligt in het nu. Jouw manifestatiekracht is jouw gedachtekracht. En hoe hoger jouw energie, dus hoe meer dat je wakker bent, of hoe hoger dat je... Um, jouw frequentie trilt, hoe magnetischer jij bent. Maar dat wil dus ook zeggen, als jij heel veel aandacht geeft aan angsten... en dan lacht aan de emoties en aan uh, worst case scenarios... ja, raad eens wat dat je gaat aantrekken. Wat ga je manifesteren? Ja, dat natuurlijk. Dus, um, als er één iets is dat ik wel op deze regenachtige dag hier in België wil meegeven... is dat het belangrijk is... Om eerst voor jezelf te erkennen hoe bewust ben ik al over mijn emoties? Hoe bewust ben ik al over mijn gedachten? Weet ik wat ik wil vormgeven? Of doe ik maar iets gewoon, schiet ik maar in het wilde weg los? En dan zijn er zo van die manifestaties. Natuurlijk zijn er manifestaties, maar je kan niet stoppen met manifesteren. Elke seconde ben je aan het manifesteren, door wat je denkt. Maar zodra je dat, dat grijpt, dat je vastgoudt en je gaat dat bewust gaan sturen. Kan jij jezelf dan voorstellen hoe superkrachtig dat dat is? Ik wacht eventjes zodat ik kan nadenken voor jezelf. Maar ik denk dat je wel mijn punt begreep. Dat als jij niet tevreden bent over het leven dat je nu hebt, of over de relatie die je hebt, of het maakt niet uit over wat dat is, hè, leven, jouw leven in het algemeen, als er één iets is waar je niet over tevreden bent dan hoef je daar geen, geen genoegen mee te nemen. Je hebt de kracht om te zeggen van, dat gaan we niet meer doen, dat aanvaard ik niet meer. Onvoorwaardelijke liefde, en dat is een misopvatting dat heel veel mensen hebben. Um, heel veel mensen denken dat onvoorwaardelijke liefde, en vaak koppelen ze het dan ook in, 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 in een relatie, in, met een partner, dan gaan we ze ervan uit van, ja, ik moet, ik moet begripvol zijn, en ik moet zorgzaam zijn, um, en ik moet... Um, het, het allemaal laten gebeuren, want ja, dat is wat onvoorwaardelijke liefde doet. Nee, verkeerd. Onvoorwaardelijke liefde is ook duidelijke grenzen stellen. Onvoorwaardelijke liefde is niet constant gewoon willen pleasen en jouw jou, uh, jou mening niet delen omdat je weet dat de anderen daar niet klaar voor zijn. Of je mening niet delen omdat je de anderen niet wil kwetsen. Er is een groot verschil tussen zwijgen, omdat je weet dat de andere niet in staat is om jou te volgen en te begrijpen. Maar vaak gaan we dan ook zien dat mensen zich gaan gaan aanpassen. Dus vaker is het eigenlijk beter om dan te zeggen van, uh, alles gaat goed, alles loopt zoals volgens plan of zoals dat moet zijn. Alles uh, uh, is een ontwikkeling of, of wat dan ook. Zonder dat je jezelf gaat gaan verklaren. En daarvoor kijk ook naar die vorige video. Dat is één van de valkuilen waar heel veel mensen tegenaan lopen. We gaan vervallen we gaan in dat pleasende gedrag. Waarom? Vanuit controle omdat we niet vertrouwen hebben dat de andere in staat gaat zijn om met zijn of haar emoties om te gaan als wij daar iets in triggeren. Maar het is niet jouw verantwoordelijkheid om de andere safe te laten voelen. Dat is een van de dingen die mijn tweelingvlam ooit tegen mij gezegd heeft. Hij zei: Het is niet mijn verantwoordelijkheid om constant die bevestiging te geven dat alles oké okay is of dat ik er nog steeds ben. Of dat, um, uh, hoe zou ik het zeggen? dat hij verantwoordelijkheid had of dat hij verantwoordelijk was voor hoe dat ik mij voelde, totaal niet. En hij heeft daar ook gelijk. in. dat is ook zo. Jij bent enkel verantwoordelijk van hoe dat jij je voelt. En oké, okay, je moet vanuit respect en vanuit uh, begrip omgaan met anderen. Maar door ze te sparen, help je hen niet verder. Dat is ook de reden waarom, uh, waarom dat heel veel mensen die uh, in één op één trekken met mij werken soms ook gebru zich gebruskeerd voelen, omdat ik niet met de dingen die ik doorkrijg en de dingen waar ik zie dat ze zichzelf in klein houden en vast houden, ga ik dan niet gaan, gaan betuttelen en, en in roze huur en scheen en uh, uh, allerlei leuke huurtjes gaan inpakken. Nee, dat, dat, dat helpt hen niet verder. tegendeel. dat bevestigt alleen maar nog meer hoe uh, onmachtig ze zijn en hoe uh, ze een slachtoffer zijn van de dingen waar ze tegenaan lopen. Maar dat zijn ze niet. Ze zijn geen slachtoffer, geen slachtoffer, ik kan het zelfs bijna niet zeggen. Niemand is een slachtoffer. En ja, ook zelfs niet als je hele zware trauma's of wat dan ook meegemaakt hebt. Dat is een ervaring. Dat is een onderdeel van de karmische relaties die we hebben, van de afspraken die we gemaakt hebben om energieën die we in vorige levens op een verkeerde manier gebruikt werden, om die weer recht te gaan zetten. En ik weet dat dat heel lastig is. En ik weet dat nog heel weinig mensen op deze manier daarover nadenken. Maar het is wel zo. En hoe meer dat jij jezelf de toestemming geeft. Om van, van, vanuit dat hogere bewustzijn. Vanuit die hogere views. Vanuit die hogere gedachten. kan zo zeggen. Naar je leven te kijken. Naar de wereld te kijken. Hoe gemakkelijker dat gaat zijn. Hoe vrijer dat jij je gaat voelen. Hoe meer gelukkige dagen dat je gaat hebben. En hoe kom je daar? Wel door te werken met die universele vlammen. Door... Uh, Doorheen de shit te gaan, doorheen die, die muur van angst te gaan. Door in jezelf te investeren in tijd, in energie en vooral in heel veel liefde. Want het is enkel via de lessen van onvoorwaardelijke liefde dat je in staat bent om hele diepe trauma's of hele diepe schaduwen, wat het eigenlijk niet meer is dan heel lachttrillende energie, om dat te gaan helen. Maar ook daar is ook vaak de misopvatting dat hoe dieper het trauma, hoe langer je er moet mee bezig zijn. En ook dat is niet correct. Dus alsjeblieft, ongeacht waar hij staat en jouw bewustwording en jouw ontwakking, ga met jezelf aan de slag. Wees eerlijk ten aanzien van jezelf. En schrijf op wat hij denkt over jouw healing. Schrijf op wat hij denkt over je manifestatie. Schrijf op wat hij denkt dat mogelijk is binnen zelfs een bepaalde termijn. Ik heb heel veel klanten die zeggen van, ja, um, ja ik ga het zo en zo doen, want ja, veel sneller dan dat kan ik het niet manifesteren. Dat is zo een overtuiging. Dus zolang je, je daar vast aan houdt, ja, dan is dat hetgeen wat je gaat manifesteren. Als jij gelooft in instant manifestatie, en als jij gelooft in instant healing, dan laat je het ook toe. Maar je moet het ook echt geloven, je moet het echt in je energie belichamen. En dan pas staat het kanaal eigenlijk open om gewoon alles gewoon onmiddellijk, zoals dat, uh, het vaak gezegd wordt, vraag en het wordt gegeven, pas dan ben je in staat om dat ook daadwerkelijk te ervaren. Nu, ik had het hierbij laten, uh, want ik kan hier nog uren over doordromen. Maar ik vind het zo een belangrijk iets om, waar dan nog veel te veel mensen zichzelf tegenhouden en klein houden. en ook zelfs weerstand tegenhouden. En ik ben 100% zeker dat er mensen hier naar deze video gaan kijken en gaan zeggen van ja, ja. Maar ja, ik zou het niet zeggen als ik, de, als ik het niet geleefd heb, als ik het niet ervaren heb, als ik het verschil niet, niet, niet elke dag kan ervaren in de dingen dat ik doe. Alles gaat over je gedachten, je emoties en je afstemming. En als je dat begrijpt, als je die formule heel goed in je leven hebt zitten, dan kan je, gelijk wat dan ook, hoe groot dat die droom ook is, die kan je gaan manifesteren. Zo, dat was het voor nu. Ik wens je een heel fijne, fantastische week en uh, tot de volgende. Dag!